Marvin Wijks, ik mag jou feliciteren. Vandaag jouw 100ste competitiewedstrijd voor Rijnburgse Boys. Maar ja, dat gebeurt net in de wedstrijd met een teleurstellende uitslag. Ja, zeker. Ik was zelf ook verrast dat het mijn 100ste wedstrijd was. Ik had helemaal geen rekening mee gehouden. Dus ik hou dat niet bij. Maar ja, toch wel leuk. Alleen de uitslag was wat minder positief. En daar moeten we maar vandaag mee doen. Ja, toen jij erin kwam, stond nog 1-0. En jij kreeg zelfs nog een enorme kans op de 2-0. Ja, een goede bal van Jorrit. Die geeft hem goed voor. En ja, dat was gewoon een bal. Het is gewoon alles of niks. Die moet je gewoon raken. Ja, ik raak hem wel, alleen niet goed genoeg. En daarmee was de kans ook verkeken, zeg maar. Hoeft nog niet fataal te zijn, maar ja, wanneer de daaropvolgende actie, en daar was je ook bij betrokken, jouw terugspeelbal op Richard van Nieuwkoop. En toen ging het ook niet goed. Ja, precies. Die terugspeelbal, ik had het was een omschakelmoment, zoals ik het me kan herinneren. Verdediging in mijn rug. En ik had twee opties. Of ik speel hem naar Ossenvoort, of ik speel hem terug naar Richard. En naar Richard leek me wat veiliger, omdat hij wat meer tijd had. Meer tijd dan Nick. Dus ik speelde hem gewoon daar naartoe. En vervolgens, wat daarna gebeurde, was niet helemaal de bedoeling, denk ik. Ik denk misschien dat die bal bij Richard een stuitje had. Ik weet het niet. Alleen hij raakte hem niet goed. En die speler die maakt daar goed gebruik van. Enorme tegenvaller. Krijgen als ploeg wel een goede dikke 10 minuten om het toch nog goed te maken? Ja, precies. Je krijgt nog 10 minuten om het goed te maken. Ja. Ik moet ook heel eerlijk zijn. Ik vond Volendam gewoon lekker spelen. Gedurfd spelen. Ze speelden met 3 achterin en ze waren gewoon aan het doorschuiven. Dus al met al moet je ook gewoon eerlijk zijn. Moet je gewoon zeggen dat die jongens eigenlijk een punt verdiend hebben. Hoe ze gespeeld hebben. Dus En op het einde kan je hem nog zelfs ook verliezen. En dan heb je helemaal niks te zeggen. Over Volendam gesproken, het was de uitwedstrijd dat jij daar je allereerste basisplaats kreeg. En ook je enige 2 treffers van dit seizoen scoorde. Hè? Het was wel 2 keer een penalty, maar toch. Ja, klopt. Ik heb daar 2 keer gescoord en dat was een mooi moment voor toen. Alleen vandaag was een hele andere wedstrijd weer. En we hebben vandaag niet de wedstrijd over de streep kunnen trekken. En niet over de streep kunnen trekken. Pieter Mulder zei het al. Het was een hele zure en teleurstellende reactie na afloop in de kleedkamer natuurlijk. Hè? Ja, tuurlijk. Op zich is de eerste helft, je geeft heel weinig weg. Tweede helft loop je wat meer achteruit. En die jongens die komen wat meer aan voetballen toe. En je weet, die jonge gasten, als die gaan voetballen, dan wordt het gewoon heel moeilijk. En daar hebben ze goed gebruik van gemaakt. En dat hebben wij minder goed gedaan. Ja, dit moet je incasseren. Even over jou persoonlijk. Dit seizoen heb jij ook heel wat moeten incasseren Je hebt tot nu toe slechts 5 basisplaatsen gehad en 13 keer invallen. Daar ben jij denk ik niet tevreden mee. Nee, zeker niet. Kijk, ik ben gewoon nog fit. Ik voel me goed. Dus natuurlijk wil ik meer spelen. Maar de trainer maakt keuzes. En dat moet ik gewoon accepteren. En dat doe ik ook gewoon. En dat betekent dat ik mijn wedstrijden af en toe in de tweede moet spelen. Ja, dat zei zo. Geen probleem. En als hij me nodig heeft, zoals vandaag of 2 weken geleden, dat hij me nodig had, ja, dan zorg ik gewoon dat ik er sta. En niet meer, niet minder. Dat is het gewoon. Heel veel spelers weten wat zij volgend jaar gaan doen. Van jou weten we dat nog niet. Weet jij het zelf wel? Ik weet het wel. Het is niet helemaal 100% nog. Dus daarover kan ik nu op dit moment nog weinig zeggen. Wellicht dat er iets anders, een andere invulling aangegeven gaat worden aan mijn positie hier. Dat zou nog kunnen. Dus vandaar dat ik nog niet helemaal 100% zeker ben welke richting we op gaan. Je weet het nog niet helemaal zeker. Maar je bent in mei word je 33. Speel jouw leeftijd dan ook mee? Nee, want zoals ik al zei, ik ben gewoon fit. Als ik niet fit ben en ik word eruit gelopen en al dat soort dingen, dan ben ik de eerste die mijn schoenen ergens in de kast opberg. Maar daar is nog helemaal niks van te bekennen op de velden. Dus ik voel me gewoon goed, ik ben fit. Dus ik kan gewoon nog lekker doorspelen. Als dat zou kunnen hier zo. Ja, wat je wel van plan bent, tenzij het weer veranderd is. Ik heb begrepen dat je een studie wil gaan beginnen. Ja, dat zeker. Gewoon een studie ernaast doen. Om toch wat te hebben. En ik denk dat nu ook de juiste tijd daarvoor is. Oké, hij geeft de Boelum een mooie plaats, joh. Ja, ga ik zeker doen. Ik heb ze van de voorzitter gekregen, dus ze krijgen een mooi plaatje ergens thuis, hè.